Inwoners van Ede die met de feestdagen alleen zijn of zich eenzaam voelen, zijn welkom bij een gratis kerstdiner vol ontmoetingen. Het Streekcollege in Ede zet op vrijdag 16 december de deuren voor hen open. Ja, vrijdag 16 december hebben we hier op het Streekcollege samen met Ede Viert een kerstdiner voor 200 mensen in Ede die eenzaam zijn. En dat organiseren we samen met vier restaurants, waar de koks, het is hier nu nog leeg in de keuken, maar dan zijn we vol in bedrijf. We vinden als school heel belangrijk om ook hier in de Edese maatschappij zichtbaar te zijn. We zijn een school ook in de samenleving hier. We hebben prachtige faciliteiten. Dus waarom zouden we die ook niet in avond- en weekenduren beschikbaar stellen? En bovendien kunnen onze leerlingen er ook een bijdrage aan leveren. Dus dat vinden we hartstikke mooi. Tijdens dit kerstdiner zullen ook leerlingen van het Streek aanwezig zijn en ondersteuning bieden. Te denken valt aan leerlingen bij het ontvangst, leerlingen die de koks ondersteunen, leerlingen die zorgen voor de juiste gedekte tafels. De leerlingen kunnen helpen bij het serveren van het eten en ook ondersteunen voor mensen die misschien lastig te been zijn. Dus het is een mooie kans ook om voor de leerling om een stukje als het ware in de school zichtbaar te zijn voor onze bezoekers. Dit kerstdiner, een initiatief van particulieren, wordt georganiseerd voor alleenstaande Edenaren die eenzaam zijn of er behoefte aan hebben andere mensen te ontmoeten. Het is vooral bedoeld voor mensen hier uit Ede, zo'n 200 eenzame, misschien ook alleenstaande mensen die met kerst alleen zijn. Het initiatief is ook in coronatijd ontstaan, heb ik me laten vertellen. Nou, en die willen we hier een hele mooie avond geven met een prachtig programma. En dan is die samenwerking ook met die vier restaurants een mooi iets. Ja, dat is heel leuk. Ze komen smiddags hier al voor wat voorbereidingen. We hebben, zoals gezegd, echt mooie faciliteiten. Dus het is ook heel leuk dat de vier verschillende restaurants, ook de koks, hier weer gaan samenwerken. En elk met hun eigen specialisme weer het eten gaan uitserveren. Alleenstaanden kunnen zich opgeven via edeviert.nl. En kijk dan bij de kalender.